Goeie en welkom bij deze speciale uitsturing over de Slachtenmarathon 2016. En de slachten die tussen Jester Bjerm en Raad weer een lang lint van kuierders joert. En de meesten ben denk ik nou wel over de eindstreek in Raad, maar dan moet ik nog een paar duizend mensen binnenkomen. De Slachtenmarathon 2016 weer een mooie dag, maar ik een hele warme dag. Ja, en als je één keer in Bozen binnen, dan is het net zo'n hele vier meer, nog zo'n kilometer, ongeveer een oerke, denk ik. En uw verslagjouwer Afke Boven is al de hele dag in Bozen. Hoe is het daar, Afke? Ja, het is hier eigenlijk één groot feest. Hè? Natuurlijk, de hele dag schijnt de zon al. Maar de hele dag verzamel je mensen hier op het veld. Die lezen hier, je had een bierke erbij door, die zit hier lekker in het gas. De hele meute komt hier aan ons voorbij. Ja, die een strompelt wat, maar eigenlijk hoe het algemeen zijn ze nog behoorlijk fit. En zorgen ze die laatste zo'n kilometer naar Raad vol vertrouwen te meten. Nou ja, waar ben ik dan om daar oorzoer te denken natuurlijk. Ja, de sfeer is hier heerlijk. Hier zit een blij het meest. En dan naar Jester Bjerm. Want dan komt de eindstreek van Raad haast in zicht. En daar staat Aukje de Hoop. Maar die laatste 3 kilometer kan nog aardig sfeer wezen, Aukje. Ja, dat klopt, Karen. Maar en je, dat maakt het al je niks uit. Want je rinnen de slachten. En je hebt zo'n mooie dag. Ik heb tenminste echt een machtige dag. En al die meesten die je voorbij komen, nou, dus juist het misschien wel. De ene die het echt de passen nog stevig in de oren komt amper meer vooruit. En die denkt van, oh, waar ben ik ooit om begonnen? Maar als hier de hoek om je, is nog 3 kilometer. Hij is een lekker de wien van voren. En het laatste stukje in Raad, ach jongen, dat redden ze al hier. Dus iedereen is hier fleurig, want ze hellen het al hier. En daarom heb ik een prachtige dag. En op de eindstreek in Raad zit al de hele dag verslagjouwer Geert van Thun. Geert, in wat voor stemming komen de mensen over de streek? Ik ken er maar één woord van betinken, Karin. Dat is verrommen, opgelucht. Fijn dat het erop zit, want het is toch net een dagelijkse prestatie die hier leveren wordt. Troch die 13.400 mensen die Slachtenmarathon rennen. Maar hij zit erop. Als je hier in Raad binnen, dan is de klus geklaard. Dan gaan de handen omheen en ben we alleen maar verschrikkelijk blij. We hebben hem, de Slachten. Hij is binnen. We gaan weer even naar Van der Moorn Petit, want even oer Jelve Seizen koer de marathon los met de wedstrijdrenners. 1800 deelnemers die gingen los met de wedstrijd bij de Sediek bij Jester Bjerm. Een liet beetje letter dan plant ging er 1800 dravers voort. Maar als grote favoriet Erik Negeman, ik de winnaar van Fjouwerielien, komt van Bolsward, wennet op dit stuit in Hilversum. Maar als concurrent onder oren Raymond van Lunsen. Maar we zorgen voort bij de stad dat deze man, Erik Negeman, de van Trogit. Het parcoursrecord luidt op 2:28 en 6 seconden van Alex van der Meer. En dat liek het wel alsof hij er zin in had. Op binnen omstandigheden wordt echt zwier. Het is warm en boven dat geen ze petit voort. Achter Negeman, dit groepje met onder oren. Een van de concurrenten, Raymond van Lunsen van Ljouwert. Hij had ik een haas mee, dat is Willem de Boer. Die stapt na 30 kilometer ik weer aan. Maar er zit geen maat op deze man. Of hij nou rint oer asfalt of hier ligt het wel een beetje op een crossrin. Hij is gewoon volle better. En al mat hij omheeg en ik weer naar beneden. Erik Negeman is juist de te kloppen man. Hij wint dus ik deze wedstrijd. Var Raymond van Lunsen, dik 10 minuten vastsprong en nummer 3 wordt Douwe Nauta. De vraag is dan nog eventjes, helpt hier het parcoursrecord? Nou, dat is hier wel duidelijk. Die helpt er absoluut net. Daarvoor is het gewoon te zwierjoerd. Maar hij pakt er nog wel even een Friese sjaal bij om even toon te litten dat hij nog wel een echte Fries is. Dat woer hij sjaal litten. En dus komt hij uiteindelijk oer de finish. Erik Negeman, de nieuwe winnaar van de 12e keer van de Slachtenmarathon. Een hele mooie marathon. Het is een zware, het is een vroege start.
En het is 42 kilometer solo. Ja. Dus dan... pas op hoor. Dan dat ben je natuurlijk niet de ideale ingrediënten om, heel hard te lopen. Maar nou ja, ondanks de omstandigheden. En, ik had volgens mij niet zo'n hele goede dag. Dus dit was prima zeg. Hij zit in de pocket, Erik, voor de tweede keer. Ja, nou op naar de derde. Ligals bij de mooie weet ik bij de vrouwje deze vrouw mij oermacht. Ilona Kruis van Iesbrechtum. Had het wat dat betreft net al te moeilijk. En keer je zelfs nog eventjes. Ze zei dat ze haast bij raad is. Het zit al op het boord en dus komt ze in haar eentje aan. Ilona Kruis van Iesbrechtum, de winnaar bij de vrouwen. Wat die allemaal voor jou hier is. En, en ik de meesken langs de kant en hoe het versierd is. En ze wij met de repetitie uit. En natuurlijk we met haar vertrainen. Maar de meesken die er aan de kant stingen, nou, die hebben al weekend bezig mee bezig geweest. Nou, dat is heel mooi. In Raad winnen van de morgen parkeerproblemen als gevolg van de wetteroerlijst van Juste Joen. Er moest nog een heel grote oprommer worden. En dertig konden de bussen ik wat letter voeten en konden dus de 15.000 deelnemers die maar die bussen van Raad naar Juste Bjerm bracht werden moesten ik wat letter vertrekken. 15.000 deelnemers en verslagjouwer Andor Faber weer in Juste Bjerm daarbij. De zinnen komt correct op en de stemming is goed. Het is ideaal rennenswaar. Nou hier en dal, nou het nog wat betierd is, nou het nog net al te warm is. Er zit nog net een soort wien, dus ja, alle omstandigheden die binnen onwijzig om daar een mooie dij van te maken. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. Als we even sjuggen achter huis, dan ben de meesten die het nog even de laatste tarieningsdoggen even naar het huisje gaan en haar een kleermeidje voor dat het aan zijn los gaat. Het is nog heel erg druk op de, voor de toiletten helaas. Ja, dat moet ook gebeuren. Dat loopt een beetje vervelend natuurlijk, dus je begrijpt. Het is super. Het is een beetje de ziel van Friesland, hè, zat ze zee zijn. Dat zag ik dat ik. Van het noorden naar het zuiden en maar dit prachtige waar. Friesland is gewoon prachtig. Binnen is er ook nog een beetje last van spanning of zenuwen? Of... Ja, ik ben wel even met toiletwesten gered. Ja, dat toch wel, hè? Ja. De volgende ploeg die komt erover aan. Dan zal het Griff net lang met worden omdat ze vanzelfs een beetje vertraging oproen. Toch de hutdravers die het wat letter voortgong binnen. Meneer, ja, goeie. Succes! Dat wie nog een verletter staat van de eerste groep. Er zit ik publiek en dat is misschien echt nog wel even nieuwsgierig. Meneer, mag ik jou wat vragen? Ja. Wat is jouw naam? Erwin. Erwin, wat doe je hier? Ja, ik kom helemaal, ik kom uit Duitsland. Hè. Wat maken ze hier? Ja, een beetje koeken wie dat hier zo geeft, ne? Zo, ne? Zo schön. En dit is alweer de vijfde editie van de Slachtenmarathon. De eerste weer om eens in het jaar 2000 bij de Grutte Friese Reunie. In het tussken is de Slachten echt een icoon geworden. De Slachtenmarathon, kwart zijn de Slachten, kent een eeuwenoude traditie die waarom gaat rond het jaar 2000. Jongens, klopt dit wel? Kunsthistoricus Peter Cascaro betocht in dat jaar de Slachtenmarathon in het ram van Simmer 2000. De originele route van de Slachtendiek is wel wat ouder, zo'n 1000 jaar lang leidde de diek erom. De Slachtenmarathon is zo bijzonder omdat er maar één keer in de vier jaar georganiseerd wordt. De ene keer dan kronkel je de deelnemers over de diek van Juste Bjerm naar Raad. Vier jaar later, daar rennen ze door de kant op. Dit jaar rennen de deelnemers van Juste Bjerm naar Raad. De Slachten is 42 kilometer en 195 meter lang. En dat is toevallig correct zo lang als een marathon. Er binnen 15.000 deelnemers en 1800 daarvan nog een mooi onderwedstrijd die dan om 11 zon niet aanzet. De rest zult de Slachten gezellig deelkuieren. De hutrinners die moeten om 12 uur binnenwijzen. De kuiers hebben om 11 over jongens de tijd. De Slachtenmarathon is elke keer heel populair en ook deze keer wien alle kaarten al binnen 2 uren uitverkocht. De vijfde editie van de Slachtenmarathon had het thema feest.
doel is om een slinger van 42 kilometer en 194 meter te maken op de route van Jesterbjerm naar Raard. En de kuiers hebben dus in verband met de vertraging van de morgen een jelloeren langer de tijd kregen om binnen te komen. En dat maai dus alle woeren van de jong worden. Op dit tijd komen er dus heel tijd kuiers binnen over de finish in Raad. Geert van Thun, ze hebben het helle, het zit erop. Zo is me correct. En dan ben je bleed. En dan ben je ja, misschien wel grutsk. En ik denk dat de mensen die bij mij staan dat laatste zeker wijzen zullen. Want zoek even naar het bordje wat we hier hebben. We love Aaltje. Maar Aaltje was hem omdraaien. En dan zit er een tumor eermer, maar een medaille rieker. Wat is er aan de hand, Aaltje? Ik ben in februari geopereerd aan een hersentumor. Die had ze bij mij weihellen. En ik dacht, ik kan de slachten net rennen, want ik ben dan lang nog net zo vier. Maar het is slagen. En dan just even naar Rjochs, waarom was dat? Nou, dit is mijn wandelmaatje. En die had me er wel trots sleept. Dat het wandelmaatje Zieneke en die heeft daar de trots sleurt? Nou, nee, ze heeft het op eigen krachten die. En ik heb ik een heel soort aan haar aan. Ja, geweldig. Ja, maar wat een prestatie. In februari is een hersentumor en dan nou de slag te rennen. Wat docht dat, Mari? Nou, ik viel me geweldig. Ik ben zo blij dat ik dat weer ken. En dat ik leer ben en het leven laak het weer. Ja, want hier Steven, misschien ook wel wat oren gedachten over het laadje en het leven. Als het K-wit valt, dan zak het alles onder die voeten wij. Ja, dus ik ben blij dat ik weer op een groen steen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat voor rol speelt het dan zo'n slachten daarin? Want is dat het eikpunt of zoiets van die West? Nou, het is meer gezang wezen. Ik heb faditeerd een hele protocole, want ik word die operatie fit in. Ik denk hoe fitter ik ben, hoe sneller ik weer beter ben. Nou, en dat is slagen. En na de operatie haak ik het keur en ik weer heel gauw oppakt. En dan krijg je dit en dan lukt dat. En dan is het kruisvleugeltjes. Ja, en die vleugels heeft Stuart ook gewoon, together maar één keer. Ja, het weer een prachtige tocht. Super waar, gezellige mensen. Ja, ja. Als je er bent. Gelukkig. Ik ben heel gelukkig. Dat ben je heel blij van. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, geweldig. Van harte geluk, Weeske. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Dat is mooi. Een tumor eermer, maar een medaille rieker. Maar ik weet net, het is net alleen dat die medaille niet zo rieker is. Maar dat ultieme gevoel. Weer Maidwan te kennen. Eerballen in het Maidwan en het uitrennen van de slachter. Mooier ken ik het net maatje. Prachtig. En langs de route wienen ik treien oase plakken inrichten. Dit kan je dus even bij komen koenen en bij tanken koenen en genietje van muziek en theater. En het eerste plak langs de route dat wie Tjom Arem. En daar wie verslagjouwer Lenny Brontveld. Zo'n uur wien we hier. Zo'n oeren. En je mag alle draadjes gewoon even wat ranja joen of wat wetter. Ja. Zoest de meijer in de wallen? Nee. Nee, waarom net? Het is heel fier. Ja, ja. Ik heb ook een keer woen, de slachtenmarathon. En nou vrijwilliger. Ik kan me goed verplaatsen in de rinner. Ze had zwier, dacht ik, want het is warm. Dus goed drinken. Wie geht het? Dank je, zeer goed. At home, you are also running and climbing as well. We are more climbing than running because we live in the mountains. Het is een hele goede sfeer. Nou, ik ben de nar, dus ik vermoord iedereen. Nou, ik doe dit voor de meesten en voor de sfeer. En hoe blijft het nou een beetje cool? Net. Ziet het mij het sticker in? Ja, best. Dit is echt mooi om de camera zien let. Dit is dus het paske. En als er een sticker mist, wat dan? Ja, dan moet je eigenlijk weer om, hè? Nee. Nou, ik waarschuw andere vrouwen dat ze niet met mij moeten flikvlooien. Het wie even, wat mis of net mij de wettentank? Ja, maar ik weet niet wat de oplossing nou was. Spijt doet het weer. 23 liter hazen hier voor alle meisjes die je aanzien. En dat is echt wel nodig. Ik denk dat ik zelfs ik wel wat wil. Misschien even bij de moeder hiepen. Ja, zak iets het dan. Ik ben net even verkoelen. En we zeggen weer even in Boorsum. Afke, had de meisjes nog wat zin om die laatste kilometers?
Nou ja, die vraag kan beter de deelnemers Janijsmi beantwoord. Janijsmi, hier zit Ad en hier zit Liuwke. Die hebben we vaker zoen ook in hier, dus daar kom ik aan zo'n evendeel. Heb je er nou wat zin in, is de vraag? Ja, jazeker. Ja? Ja, de laatste kilometers die moeten we natuurlijk een beetje doen alsof we nog fris zijn. En het gaat natuurlijk om de finish te halen. Ja, en kostte dat een soort moeite om te dwanen dat je nog fris binnen? Nou, het kost wel wat moeite. Vanaf 30 kilometer voelde ik mijn voeten en die voelde ik nog. En straks even weer op gang komen, maar ik ga het natuurlijk halen. Ja, want hoe zoen je nou ja, nog 34 kilometer achter de rij? Hoe zoen je die 34 kilometer omschreeuwen? Oh, genieten. Mooi weer, mensen, de oasis. Wat wie het grootste hechtepunt? Dan maak je eigenlijk steeds het interview met mij natuurlijk. Ja, nee, ja, zeker het interview natuurlijk. En de bruggen natuurlijk, over de snelweg. Dat is ook leuk om te doen. Ja, en een prutte support hoor, van de meesten langs de dijk. Ja, zeker. Zeker wel. Ja, zeker. En ook bekenden. En ja, dus dat is hartstikke leuk. Ja. En hoe zul je nou de laatste zo'n kilometer trok? Nou, ik loop met vrienden en wij trekken elkaar er doorheen natuurlijk. Hoe dan? Ja, een beetje praten met elkaar en elkaar een beetje aanmoedigen. Dat gaat helemaal goed komen. Nou, succes nog. Ja, dankjewel. Met de laatste loodjes. Zet dankjewel. Hem op. Gaat lukken. Jen, ik even naar Liuwke. Je had hem natuurlijk van de week in Heers, jongen. Toen had een ontzettende goede prestatie al leveren. Tot 52 kilo te vallen. Dat hebben we in Heersjoen, dat verhaal. Hoe has de run, Joert? Hoe is die? Nou, op zich hartstikke goed. Ik viel me nou, ik wil weer prima. Ik hier in Hidaat even een dipje. Dus daar hebben we de squonnik even uit gehoord. En daar hebben we echt even lang, best wel een lange pauze gehoord voor ons dwaan. Even goed eten en drinken weer. Even naar de wc, alles wat erbij heeft. En dan, nou ja, dan gaat het wel weer. En nu viel je voeten wel weer, maar we hebben ook nog even pauze. En is nou, hey, sorry, maar ik ben heel benieuwd. Nee, altijd nog echt een heel emotioneel rin wie ik. Nou ja, het is natuurlijk wel een Ierlien hier. Ik dit natuurlijk net denken kan dat ik dit dwars hoor. Maar ja, dit is voor mij wel de kers op de taart, om samen te zeggen. Dus die laatste zo'n kilometer, die dus nog even. Ja, dat denk ik wel. Zet hem op. Succes. Ja, dankjewel. Nou Karin, dat zijn twee hele positieve verhalen. Hoi, hoi! Van uw boosem, wie ben je nog net klaar? Daar je wel in de gaten. Ja, dan is het wel zien. De meeste mensen willen gewoon een gezellige dijvenmaatje van die slachtenmarathon. Maar Ale Posmus net, hij wil gewoon opzitten. Ik zou in elk geval mooi voor honger. Ja. Dat zie ik. Ja, actie. Ja, maar dit is toch gewoon een heel gezellige dag bij je. Rustig om wat kuier hier. We gaan ook jou genieten. Ja, voor mij telt zo jou mogen aan de andere kant zien te komen. En voor de rest, ja, cultuur snuiven, dat is ook zoiets wel. 4 voor best, joh. Ja? Nou, ik zet maar even terug, jongens. Ja, maar waar is een licht zitten, man? Nou ja, dan maak je maar verder aan. Ja, hè? Ik hou me nou meteen. En ben jij al een hele kloof in hellen? Ja, ik denk dat ik nou misschien een 100 van me had, dus dan ga ik al 1400 te pakken. Hoppakee. Dus aankletten met die handel. Ga ze erop. Maar ik zeg jou net dat je hem nou even naar de meesten moet aan. Nee, joh, dat zie ik. Ik heb de kleppen op en ik heb me niet in dingen voor. Ik doe dit net voor de wil. Ik wil aan hier naar binnen wijzen, maar dat maakt nog een tof leeg. Hoe is het? Oh, wat is zwier. Dat zie ik. Normaliter dan haal ik 2 flesjes drinken bij me op 40 kilometer. Maar die heb ik onder wel 3 gevuld. Daar ben ik net bij. Als ik de zaken erin zet, dan rent het wetter in mijn straal met de kop daar.
Nee joh, we hadden hier een uur net? Nee, lang net meer, lang net. Nee, dat wordt wel voor jou het warm en dan mag ik nog even zeer. Wat nou? Nou, spaaien en plezier, joh. Spaaien? Ja, dat zeker. Maar als ik heb... Je wordt me heel zo drinken, man. Maar ik ga geen eten houden, dat ga ik normaal nooit bij 40 kilometer hard. Maar ja, je moet je dus leren aanpassen aan omstandigheden. Daar ben ik nog goed al achter gekomen. Smaak het broodje wat? Of, Het geldt niet uur op een maag, daar ga ik niet gelijk voor. Nou ja, dit maakt het wel rijden tot een raad. Oké. Zijn je? Ik ben al finish. Ja, dat is niet de finish. Oh, heimjes, jongen. Dat is deze. Eerst is gewoon nu. Nu we zijn weer een bankje, want die doen we dus hier dan voor de keer al. Maar de meeste deelnemers gaat het net om snelheid of om records te breken. Ze willen gewoon meedoen en de tocht uitrennen. En intussen geniet je van de slachten, van het mooie waar, van het feest en van het prachtige landschap. Bij Oaseplak Hidaat stiert Roelof Lausma. Ik kom in Frensje, Simon de Jong. En ik heb eigenlijk een beetje het vieren, het slachtenvieren. 4 jaar geleden ben ik daar buiten het thuislimiet gefinished. Oh. En heb ik Simone Skeffer achter me aan. En de koers net hoorde draven dan nooit. Toen heb ik het buiten tasje niet gehaald, maar nu ben ik, heb ik nog tijd zat. Wie wacht je op de eerste kuiders die binnenkomen? Want dank je wie los maar uw blokje bij. Nou, ik treed op, Teun Plantinga, Elske de Wallen, Janneke Brakels, Bert Nix, Diek de Vries. Dus wie een fantastisch programma. Ja, het is in hotpants, hè, en een Frieske, ja, wat is het? Een tuniekje. Ja. Ja, dat ben ik net zo goed in. Maar pompenbladen. Het is net natuurlijk. Wat is dan? Een corset. Oh, een corset. Paulus! Hoi! Paulus, kom eens. Waar is ze? Ja, ze komt erom. Nou, Paulus moet school even doen, dan praten wij wel even. Zie maar aan. Ziet het? Best. Pak je er gewoon foto naar elkaar bij. Hoeveel dit zou binnenkomen, jij? Ja, fantastisch. Krijg je niet lekkere grauwe vingers? Want ik ben vanmorgen jouw trein begonnen in Kobaat. Kwartier van zon kon we starten. Tussen 2 en 3 en ergens in Ratenwezen. Dan heb ik mijn blokje in ontvangst en dan ren ik wel rond naar Kobaat. Nou, dat is ik denk van 88 kilometer. Ja, boeien, hè? Zet hem op. Hechtingen zitten er nog in. Ja, die hechting zit er nog in. Zond we nog maaien? Ja. Dat is een kreklin. Ja, een wieke. En dan ben je hier al? Dan ben ik hier. Mijn tante Boukje uit Frensie, die is 103 en die zet voor de televisie dat goed is. Dus bij deze tante Boukje 103 net stikken te krijgen. Nou, dat vind ik toch echt wel het verhaal van de dag. Want wij zeggen hier, nou wat wie het om alvoer of zo voorbij komt, maar wij toch nee. Nee, dit wordt hem net. Die springt heel wijs ergens in de sleet en die denkt, bekijk het maar, ik hou er mee op. Ze het dien. Complimenten, wat een supervrouw. Henriette, ja. 6:30 vertrokken, het is nu 2 uur. Je bent binnen, maar om nou te zeggen dat het binnen de tijd is, nee. Maar ja, wat voor gevoel geeft dat? Ja, ik ben natuurlijk heel blij met de afstand die ik zo gelopen heb. En het laatste dorp voor de finish in Raad is Jesteveren. En daar is Aukje de Hoop nog heel tijd. Aukje, is het nog druk bij jou? Jazeker, Karen. Het rintje nog echt wel heel lang trots, denk ik. Hier. En ik denk dat we nu echt op een van de drukste punten zelf zitten. Of van een oer straaien dat je wat begon. En ik heb even 2 hele ervaren renners bij me. Meine Sielstra en Jochem van der Wal. Ja, ja. 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 Daar binnen wij, ja. Ja. Maarten? Wat maar. Jij bent Maarten van elkaar? Ja, we zijn Maarten. Ja, zeker. Ja, al van de voetbalkind ben ik al van de voetballerij.
In Frenchet hebben we vroeger altijd, ik voetbal nog steeds trouwens, maar in Frenchet hebben wij altijd het voetbal geweest. En ja, daar kennen we maar gewoon voor. En sindsdien we rennen en fietsen. En hoe je daar begon maar dat erin? We hebben het begonnen. Begon. Ik denk maar dat als 1980 zo'n jongen toch, toen ben je begonnen. Ja. Door hier, door haar werk nog gereden zeker. Nou tenminste, ik had altijd dat net op reden gereden, maar de Alvermarentocht en sindsdien is eigenlijk het erin wat, wat opzet, ja. Dus dat is... Dit is een vierde keer al? Ja, vierde keer. Ja, vierde keer in de wereld. Ja. En het mooiste waar, hè. Het mooiste waar hebben we dat erbij. Ja. En welke weer dan het mooist? Eerste keer. Voor mij de eerste keer. Toen weer het inderdaad zag, hier staat... Ja, maar toen weer het hele eer weer mooi. Of het hele, die tiet, dat tiet weer helemaal mooi. Daar is het op een gegeven moment... Peter Karkaal, volgens mij die dier dat op een gegeven moment, die stierde bij de slachting. Maar al die festiviteiten erbij, dit weer het hoogtepunt vond ik toen. Vond het geweldig toen. Ja. En je nooit weer of? Ik had het maar vier keer op, maar nee, ja. Nee, we kennen het al. Ja. Zolang we kennen, dan geven we het al, ja. Ja, ja. We geven wat meer trainen en dan moet het wel lukken. Ja, dan lukt het. Wie het net te drok? Ja, ze herinneren me wel eens van de voeten op een gegeven moment. Waarin ik wel aardig hoor trouwens, maar dat tekst van zo de meter wordt het op, zo de meter op. Maar op een gegeven moment had ik wel zo van, dat tekst bij zichzelf van, verstoren even op nul en dan rest er even nog meer naar kleed bij. Dat ik net een moeilijk dan, mooi. Nou, je keert direct de bocht om, op naar raad. En dan een potje bier. Hem de wien in het gezicht, heerlijk. Ja. Geniet er nog even van. Ontzettend. Dobby. Hoi. Hoi. Hoi, bedankt. Die 15.000 deelnemers die kwamen toch 22 dorpen heen. En die slachtenmarathon wordt mij mogelijk maken toch alle vrijwilligers in die dorpen. En ze zorgen voor het eten en voor het drinken en ze regelen het verkeer. En in de meeste dorpen zijn de koperblazers al klaar, dan is het echt feest. Maar op één plak waar het een beetje relaxter aanpakt. Zweef je boven het wegdeksel. Laat het geluid in je komen. Kerel. Je wilt ook een knuffel. Ja, weer moet verder, hè? Dat is fijn. Hey. Ben je hier met touw een zen moment? Nee, ik net. Maar nee, moet nou even net. Zijn er bijna? Ja, die delen ze hier vergees uit, hè? Werkelijk. Ah, ja. Hij ziet er wel heel zen uit, hè? Ga even knuffel, vriendelijk. Heerlijk! Jongen. Ja, ik jou die een prot energie, man. Ja, dankjewel. Hij met net gloeien niet. Ja, dat valt wel mee. Het is nog uit te houden. Zo het. Maar die knuffeltjes, joh. Oh, dat is verfrissend. Verfrissend. Dus dit hou ik nog uren vol. Hé, hey, en een alcoholvrij, hè? Ben je met touw een zen-moment? Nee, wat hoort dat in zen? Even heel veel te rest komen. En geef even lezen of... Dan zijn we hier een bad. Oh, ja. We hebben relaxte muziek. We hebben wel eens vaker dingen in Friendship. Het is raar slecht bekomen. Slecht bekomen. We het weekend hebben het slier bekend. Zo. Die uitrusten weer. Ja, te dus volle reis. Wij keer nou weer terug. Ja, het ligt dus ik ja, beter even te rennen. Je bent al zijn. Ja, ja, ik ben het al. Helemaal. Ja. Dus, bedankt en tot een andere keer. Ja. Zet hem op. Ja, hoi. Je bent al zijn. Dit is een slachting. Kijk, dat jaren we graag. Ja. Ja. En je zweven, hè, als het ware. Ja, dat je wordt naar de groen, hoor. Dat is helemaal goed. Harraak. Ja. Ik hoef niks meer te zeggen. Succes, Mario Orden. Er komen nog wat treintjes toe. Oké, best genoeg. Geweldig. Zet hem op.
Ja, er komt hier een hele aparte type voorbij. We schakelen nog een keer met het finishplak van de slachtenmarathon. Geert van Thun en die praat met de voorzitter van de slachtenmarathon. Ja, dat klopt. En met Tjitske de Bruin, zij is van de veiligheidsregio. Maar eerst maar even de voorzitter van de slachtenmarathon. We hebben nog een goede vier roeren te gaan. Ja. En eerst de algemene indruk van deze dag. We hebben deze slachtenmarathon, deze vijfde, het thema van feest Marjon. Wat ik hier nou om me heen sjoch, wat ik om mij heen jer, hoe het verrint qua organisatie, ondanks dat er best wel wat problemen horen had, dan is het een feest worden. En daar ben ik hartstikke wijs mee. De problemen lijden met name aan het begin van de dag. Hè? De auto's die het parkeerterrein niet goed opkomen, de filevorming, de vertraging, het letter onwijzig wijzen in het stadplak. Maar we hadden opvangen kent. Het had daar vertraging leid. De meesten ben heel vriendelijk behandelen. De meesten ben ik fleurig bleun. En dat verneem ik bij hoe ze over de finish komen. Prachtige dag, hoor. Wie was zwier? Laatste 10 kilometer, die hakten erin. Dat zijn ze al hier. Door de warmte. Maar het is wel goed voor ons. Ja, bijzonderheden dat je zorgt naar de organisatie. Hij hem van hemzelf denkt, ja, dit wordt echt oors. Of ben je hem tevreden met wat het nou is? Nou, daarvoor zitten we er nu nog te bod middenin. Ik ben natuurlijk al die dingen, als die boven komt, zegt, nou ja, dat zou je dan toch misschien op een andere manier oplossen. Maar daar wil ik het nou nog net over hebben. Maar geen excessen, hè? Nee, maar wist, het is een hele mooie dag worden. En als ik zocht naar dit waren me waar, wittende dat het dan zwier wordt. Op een aantal van 15.000 meesken. Ja, natuurlijk ben er een aantal meesken die net helemaal, die waren even net lekker. Maar dat ben een lietse aantal op zo'n grote massa. Dan gaan wij het mijmerkoor heel goed in. Ja, nou, over die meesken die net helemaal lekker worden. Even kwart de cijfers, Tjitske de Bruin van de veiligheidsregio, om medische zaken. Ja, we hebben nu een meesten uit het ziekenhuis afvoeren moeten. En er zijn wat cardiale klachten bij, wat onwelwordingen. Cardiaal, je cardiaal, ja, okay, ja. Ja, dus de meesten niet iets met hartproblemen kregen na. En daarnaast hebben we gewoon meesten niet uitput binnen, die gewoon hun lichaam, ja, te bot uitput hebben. En die worden dan onwel en dan moeten ze wat infuus zien. En er zijn een paar van die moesten dan naar het ziekenhuis. Oké, okay. Dat binnen de actuele cijfers ont nota van de slachtenmarathon. Die marathon die dus nog even trokkeert ont alle woorden van de jong. Dus de kind misschien nog wel een paar bijkomen. Maar het zit er best goed uit. En collega Miranda Werkman, die roem je het haar eerste slachtenmarathon. En dat kon je ik al je volgen op radio en televisie. Dit weer de tocht van Miranda. Wij staan klaar voor de start. Het is een paar minuten na de starttijd. We wachten in die nog eventjes voordat we echt los kunnen. Ja, wij moesten al een beetje draven om de bus te helling. Want wij dachten, we zijn wat let. Maar dat voelt eigenlijk al hier voltaan. Dus hier verint het al hier goed. En ja, maar is maar zin. Hè. Iedereen zit er klaar om los te gaan voor die vijfde editie van de Slachtenmarathon. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Het gaat nou natuurlijk prima, hè? Dat zijn die eerste meters, dus dat is prachtig hier. Hey! Nou, dat is wel leuk, hè? Meestal reageren als je zo onderwijs. Het is krijgen ze echt een heel soort frun. Eerst moeten we even een plaspauze doen. Echt goed drinken blauw en goed smaren, want ik zeg hier ik wil eens voeten voorbij komen, dan denk ik, ik hoop dat ze goed ismaat binnen, want nee, ik zie net hoe jouw voeten, hè? Ja, ik zeg er al. Daar is ze! Nou, zonder we live dit wank in? Kom het even hier. Oh, wat goed! Hoe is het met de voet, Messa? Ik viel ze een hele beach. Ja, dat is op en af. Deze, nou ja. Ik ben hier wel wat minder te veel. Het hele week volgen? Ik denk dat Sydney bijna extra nog een keer. Kom, we zien je Miranda op. Ja, 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 ja. En de laatste stap. Ja, dat is hij, Miranda. Ja, dat is hij. Nicole in het record, ja, bleef erbij. Ik heb net het idee dat ik kapot ben en daar ben ik wel een beetje bang voor. Maar ik zat hier Rolof, ik in die laatste, weet ik veel, zo'n kilometer in. En ik denk van, nou ja, dat doe ik. Punt.
En we keken nog één keer live naar de finish in Raad, naar Geert van Thun. Geert, hoe druk is het nog daar? Ja, hartstikke druk, want dat is juist achter me gebeuren. De meesten komen hier met mijn kloften binnen. Dat is een lang lint van kuieren. Er ziet ook een brancard tussen, helaas. Een man op een brancard af hier. Ja, dat komt bij het cijfer wat ondertussen bekend is. Dat gaat nog net zo maar. Maar dat zorgen we. Ja, proost jongens. Ja, vooral proost. Dat is wat we zorgen. Fleurige mensen die nou een drankje nemen. En dat proost, dat mag ik toch nog even maar niet hebben, want het is wel leuk. Van de middag hebben we aan de Jochem de Vries en ik een oproep die voor mensen, we moeten wetter hebben. Dat wil zeggen, mensen die in het tuin zitten of wat dan ook, zwaar je ervoor dat mensen wetter krijgen. En ik heb begrepen dat hij massaal op reageert. Ja, fantastisch. Als dat soort band met topkes en bekerkes, tuinslangen uiteraalje, sproeikop erop. Mensen die zeggen, wij hoeven niet eens wetter mee te nemen, want we krijgen het van alle kanten om weer. Ja, wist, dan doen we het echt mee maar. En ja, dat is een slachtenmarathon. Ja. Fantastisch. Dus mensen, hartstikke bedankt. Zet nog even terug, want er is nog een groepje onderwijs. En wat zout erbij is echt mooi, want het lief dat Jerbe steeds zegt, had ik wat zout nodig. Ja. Het mooie is echt nog, het zit erin dat we iedereen over de finish krijgen. Dat zou prachtig zijn, Wim, voor de duidelijkheid. En jelle oren langer, hè, kan de finish worden, tot alle woorden. Ja. Je hebt kiezen binnen krijgen. Ja, wij weten precies waar ze zitten. Die had natuurlijk net makkelijk die lijst. Daar hebben we die onder bewaking staan, die volgen we goed. Maar die kennen op tijd komen. Nou ja, dan is het helemaal perfect. Dan ben je clear. Dan ben je clear. Dan hebben we de mooiste marathon gehad die we hier in Friesland maar betekenen. En wat is toch sliepen komen daarna? Oh, ja. Ja, ik sliep hem God in de dag. God in de dag. Ja, een bleed mees. Ja, dank u wel. Dank u wel. Aan de Jochem de Vries, de vastzitter weer dat. Nou ja, het beeld is werkelijk prachtig op de Shen. Al die mensen die hier binnenkomen, de Jermsgeer omheeg. De fleurigheid is op en top. Want dit is Raad. Dit is het finishplak. Dit is het moment dat je die 42 kilometer en 124 meter achter de rij gaf. Dat je hem roen hebben onder zwaar omstandigheden. En dan kreeg je dit soort heerlijke taferelen van mensen die al je zwaaien en enthousiast binnen. En dat zou een fantastisch idee wijzen voor zelfs. Dat je al die mensen die het mooi doen hebben, dat die al je binnenkomen kennen. Finish je kin, want alle woorden hier bij de vijfde editie van de Slachtermarathon in Raad. Dank u wel, Geert. Ja, want alle woorden jongen kunnen dus nog troon worden naar Rata. Zet hem op zoek, zei ze. Wij sluiten hier al. Volg je us op internet, dan gaan we nog even terug. En deze uitsturing wordt weer helle ont manier 10 uren. En manje, dan komen we nog een keer wiedweider waarom op de Slachtermarathon in Heer. Het weer een prachtige dag. Ik wens jou een hele noffelijke jong. Heb het dan in Marokko en die komt diep mooi. Heb het dan in Marokko, een tante in Marokko, een tante in Marokko en die komt. En ze loopt de Slachtermarathon. En ze loopt de Slachtermarathon. En ze loopt de Slachtermarathon. Ze loopt de Slachtermarathon. Ze loopt de Slachtermarathon. Hip. Hey!